En het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zal van start gaan met het aanbestedingsproces voor de aankoop van diverse basisgoederen. Vanmorgen heeft de lancering van dit proces plaatsgevonden op het ministerie. HINT heeft in dat kader een financieringsfaciliteit van $25 miljoen vanuit de Internationale Islamic Trade Finance Corporation, ITFL, ontvangen. HINT, minister Stephen Tsang, zegt dat het beleid van de regering gericht is op het bevorderen en stimuleren van de lokale productie van basisgoederen. En hiermee de beschikbaarheid en betaalbaarheid van die basisgoederen ten alle tijden te garanderen. Na een lang en moeizaam proces van continu onderhandelen, 2-wekelijkse videoconferenties met de vertegenwoordiger van de ITFC, de International Islamic Trade Finance Corporation, en de voorbereidingen van de aanbestedingsdocumenten, heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme thans een mijlpaal bereikt waarbij wij vandaag vrijdag 5 april 2019 eindelijk kunnen starten met het aanbestedingsproces voor de aankoop van diverse basic goods. Door middel van internationale publicatie en een algemene bekendmaking, namelijk de General Procurement Notice, GPN. Tsang zegt verder dat deze aanbesteding bedoeld is voor de financiering van importen van grond- en hulpstoffen. Binnen deze financieringsfaciliteit valt ook verpakkingsmateriaal voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen, medicijnen, medisch verbruiksartikelen en input voor de land- en tuinbouwsector. Het doel van dit project is om hogere lokale productie, meer importvervanging en export, hogere bijdrage en toegevoegde waarde van de lokale private sector aan de economie, optimale voorziening in de behoefte aan lokaal geproduceerde basisgoederen, garantie van deviezen voor de import van grondstoffen, input en dergelijke ten behoeve van de lokale productie van basisgoederen, input voor de land- en tuinbouw en medicijnen en medische verbruiksartikelen. Het ministerie van HINT is aangewezen als de executing agency. Dit houdt in dat het ministerie de algehele coördinatie heeft van de voorbereiding, uitvoering, distributie, voorlichting en evaluatie voor de uitvoering van dit project. Er is een interdepartementale commissie ingesteld waarin vertegenwoordigers van Financiën, LVV, Volksgezondheid, RO en HINT zitting in hebben. Deze commissie zal namens het ministerie een openbare internationale aanbesteding houden om de goederen op haar naam te betrekken en deze verder over te dragen aan de afnemers conform de hoeveelheden en technische specificaties van de producten waarvan zij vooraf opgaven hebben gedaan. Stephen Tsang, minister van Handel, Industrie en Toerisme, hij sprak vanmorgen tijdens de lancering van het aanbestedingsproces voor de financiering van de import van grond- en hulpstoffen, agrarische input en medicamenten door de ITFC.